115 woningen in de Kolpingbuurt gaan gesloopt worden. Deze worden vervangen door 99 nieuwe sociale huurwoningen van woningbouwvereniging Talis. Aan 127 woningen wordt groot onderhoud gepleegd. Ook de openbare ruimte gaat veranderen. De wijk wordt groener door onder andere het plaatsen van bomen. Talis heeft het plan in overleg met de bewoners en de gemeente opgesteld. Daar zou breed draagvlak voor zijn in de wijk. De woningen aan de Muntweg en de Muntmeesterlaan worden ongemoeid gelaten. Voor het project is een subsidie verleend vanuit de provincie Gelderland. De grote bussen verdwijnen uit de Burgstraat. Als het aan wethouder Ben van Hees ligt. In plaats daarvan moeten kleine elektrische bussen komen die 13 passagiers kunnen vervoeren. De benedenstad wordt daarmee beter aangesloten op het openbaar vervoernetwerk. De Waalkade wordt autovrij gemaakt, met uitzondering van het openbaar vervoer. De invoering van deze plannen zou over een periode van 3 jaar moeten plaatsvinden. Van Hees wil hiernaast ook nog de bovenste etage van de parkeergarage op het Valkhof reserveren voor een fietsenstalling met 1500 plaatsen. Bij de Bastij aan de Kade komt ook een nieuwe fietsenstalling. Hiermee wil Van Hees de overlast van fietsers in de binnenstad terugdringen. De snelheidslimiet in het gebied binnen de Ringstraten moet omlaag, naar 30 km per uur. Distributiebedrijf MailDB stapt naar de rechter tegen de mogelijke invoering van de ja-ja-sticker. De sticker werd een tijd geleden in Amsterdam ingevoerd en ook Nijmegen is van plan om dit idee door te zetten. Alleen inwoners die deze ja-ja-sticker hebben, krijgen voortaan nog reclame in de brievenbus. Mensen zonder sticker of met een nee-nee-sticker krijgen geen reclamefolders. Raadslid Giselle Schellekens van de Partij van de Arbeid Nijmegen zal hierover morgen vragen stellen in de gemeenteraad.